Zoals jullie kunnen zien heb ik vandaag een ander pak aan. Naast mijn functie als spoedeisende hulparts in opleiding in het ziekenhuis werk ik ook bij de ambulancezorg Limburg-Noord in een combinatiefunctie. En dat is een hele mooie uitdaging die hier in Limburg is opgezet. We zijn onderweg naar onze eerste rit van vandaag. En net als in het ziekenhuis hebben we bij de ambulance natuurlijk ook verscherpte maatregelen. Bij ons is het nu zo dat we elke rit beschouwen we toch als een corona-verdachte patiënt. Dus nu zijn we bijvoorbeeld onderweg naar iemand met een gebroken heup. Of in ieder geval een verdenking daarop. Maar we kleden ons toch helemaal om in het pak. Want de laatste tijd hebben we al meermaals gemerkt dat het toch fout kan gaan. Dat ook iemand die een beroerte heeft, die een hoofd gestoten heeft of zijn heup gebroken heeft, toch een corona onderliggend kan hebben. Dus beter uit voorzorg toch helemaal in het pak. We hebben net onze eerste patiënt vervoerd en we hebben het zo warm. Moest de patiënt tillen van de vloer in de warme zon. Dus we hebben het echt enorm heet. Maar ondanks de pijn die de patiënt had, sprak hij nog zijn waardering uit voor ons in de ambulance. Dus dat is wel het mooie van deze tijd. Het zweet drijft overal. Zo warm. De eerste patiënt hebben we net afgeleverd in het ziekenhuis. En wat me vooral opviel, dat ondanks dat meneer heel veel pijn had, sprak hij toch nog zijn waardering naar ons uit. Dat hij echt heel veel waardering had voor ons werk dat we deden in die pakken met het warme weer. Dus dat is wel mooi om te zien. Terwijl wij dan natuurlijk eigenlijk gewoon zijn voor de patiënten. Maar het is mooi dat iedereen zo met ons meeleeft. We hadden net een patiënt bij ons in de ambulance die zei dat hij door de oproep dat je juist wel met acute klachten je moet melden, juist ook aan de bel heeft getrokken. En deze meneer die had een hartinfarct en was nog net wel op tijd met hulp te roepen. Dus mooi om dat terug te horen dat zo'n oproep toch effect heeft. Maar aan iedereen die acute klachten heeft, kom gewoon alsjeblieft naar het ziekenhuis. Meld je bij de huisarts of bij 112. Want wij zijn er gewoon voor jullie, dus ook voor alle niet-corona patiënten. Wij staan gewoon voor jullie klaar. Wat ik jullie wel nog wil meegeven, ben alsjeblieft voorzichtig. Het wordt natuurlijk stralend weer, maar ook als je gaat motorrijden, als je gaat klussen, als je gaat fietsen, ben alsjeblieft voorzichtig. We helpen jullie natuurlijk graag en waar nodig, maar voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Dus hou alsjeblieft afstand, ben voorzichtig en fijne dag.